Welkom allemaal bij deze Engelenboodschap voor vrijdag 25 oktober. We gaan weer kijken wat er naar voren mag komen. En ik ben de afgelopen dagen al wat ziekjes, dus vandaar ook dat ik niet meer verder ben gegaan met de sterrenbeeldreadingen. Jij versus je persoon, er komen nog 4 readingen aan en ik hoop deze zo snel mogelijk te kunnen doen. Het gaat al wat beter. Ja, we gaan beginnen. Ik begin met een kaart van de helende engelen. En de kaart, er kwamen 2 kaarten voor jullie naar voren voor vrijdag. En dat is de kaart dierenliefde, nummer 28. En dat is de kaart samen zijn, nummer 18. Dus beide boodschappen ga ik erbij nemen voor aankomende vrijdag. En we beginnen met 28 universum. Wat is de boodschap met deze kaart? Specifieke boodschap die te maken heeft met dierenliefde. Onze dieren leren ons toewijding. Wie ooit naar een trouwe hond of een snorrende poes heeft gekeken, kan daarin grootmoedigheid en overgave ontdekken. Dieren zijn bereid om ons zonder tegenprestatie te begeleiden, onze ziektes aan te voelen en ons trouw te zijn. Bovendien maken ze ons aan het lachen. En wat kunnen we veel van ze leren? Sommige mensen houden meer van hun dieren dan van hun buren, vrienden of verwanten. Wees aardig voor deze mensen. Ze maken iets goed en doen iets goeds voor onze dierenfamilie. Ook al begrijp je dit op dit moment misschien nog niet. Dus het kan iets zijn wat misschien ook nog duidelijk gaat worden. Die dierenliefde. Dieren die ons leren wat toewijding is. En dan hebben we de kaart samen zijn. Nummer 18. Wanneer je je openstelt voor iedereen en alles, sluit je je nergens helemaal voor af. Het samen zijn van de mensheid is een mooi gebeuren. Het is de basis van waaruit vertrouwen en kracht zich kunnen ontwikkelen. Maar ieder mens moet grenzen stellen, anders wordt het samen zijn een verplichting en voelt het geforceerd. Je kunt niet voor alles openstellen en je niet voor alles openstellen en iedereen tevreden houden. Dan raak je het spoor bijster. We zijn allemaal samen en allemaal heel verschillend. En dat maakt het leven zo kleurig en veelzijdig. De engelen gaan af op de bonte kleuren die ieder wezen uitstraalt. Laat jouw kleur niet verbleken door je overal en altijd voor alles open te stellen. Is de boodschap. En we gaan kijken wat er voor affirmaties naar voren mogen komen voor aankomende vrijdag. We beginnen met de kaart Pride, trots, onder op het dek. Ik hou van mezelf en ik zie mezelf in iedereen. En een kaart die 2 keer naar voren kwam uit dit dek is de kaart Envy. En ja, dat kan een soort van afgunst, jaloezie zijn. Maar de boodschap met de kaart Envy is ik zie dat iedereen zijn eigen unieke pad heeft. Dus ik neem hem even erbij. Want zoals ik zei, hij kwam er 2 keer. En ik heb het gevoel niet voor niets naar voren. De kaart Envy. Ja, hier hebben we hem. Ik ben hetzelfde als iedereen, maar met andere uitdagingen. Dus voor sommigen van jullie, ja, vraag jezelf af, waarom overkomen deze dingen mij? Waarom zit ik in deze situatie? Maar ja, I am the same as everybody, but with different challenges, is de boodschap. Ieder krijgt zijn eigen uitdaging. En de sterkste strijders, ja, die krijgen misschien ook de moeilijkste dingen te verduren. Universum. Wat mag er nog meer naar voren komen? Wat voor affirmatie voor aankomende vrijdag 25 oktober? Wat voor affirmatie mogen wij ontvangen voor vrijdag 25 oktober? Vrijdag 25 oktober 2024, universum. Ja, dank u wel. Nog 1 kaart voor vrijdag 25 oktober. En dan gaan we de tarotkaarten leggen. Universum, nog 1 kaart van de Soul Journey. Welke affirmatie? Ja, en dat was er ook eentje die al eerder naar voren kwam. We hebben relationships, relaties. Ik trek deze mensen aan die who serve my higher good. Dus die goed voor me zijn. Dus ik trek personen, mensen aan die goed voor me zijn.
die voor mijn hoogste goed zijn, letterlijk vertaald. En dan hebben we eerlijkheid. Ik kan niet altijd de waarheid van anderen verwachten, maar ik kan het wel verwachten van mezelf. Dus eerlijk zijn naar jezelf, eerlijkheid. En dan hebben we verandering, een hele mooie oranje kaart. Ik begrijp dat niets kan groeien of ontwikkelen zonder beweging. En die kaart kwam er dus ook één keer tijdens het voorschudden, vloog deze kaart eruit. Ik begrijp dat niets kan groeien of ontwikkelen zonder beweging. Dus als je altijd de dingen op dezelfde manier doet, dan zul je ook eenzelfde uitkomst krijgen. Op het moment dat je de dingen anders gaat doen, of misschien uit je comfortzone stapt, iets ja, heel anders aanpakt, zul je ook een andere uitkomst ervaren. Indecisiveness was ook iets wat naar voren kwam. Besluiteloosheid. Je leven laten doordraaien in een bepaald patroon. En dat heeft ook met die verandering te maken. Misschien ben je bang voor verandering. Want ik zag de Hangman met het voorschudden van de kaarten. Onder op het dek hebben we een hele mooie kaart. De Kelkenaas. En de azen die kunnen staan voor een nieuw begin. Maar dit heeft te maken met emoties, met liefde, iets wat je gelukkig maakt. Je kelk die overvloeit van geluk, van emoties. Het kan te maken hebben met nieuwe relaties. Ja, liefde om je heen, liefde voor jezelf. We gaan het zien, universum. Wat is de boodschap voor aankomende vrijdag voor het grote collectief? En neem alleen datgene mee wat resoneert. Als je je niet herkent in deze boodschap, of achteraf misschien niet herkent, dan is het simpelweg ook niet voor jou bestemd. Universum, wat is de boodschap voor aankomende vrijdag 25 oktober en dan de Kelken 5? Ja, dat is nog in de rouw zijn over iets wat misgelopen is. Terug blijven denken, waarom is me dit overkomen? Kijk, het kan ook zo zijn dat je daarin blijft hangen. En dit heeft te maken met die kaart eerlijkheid. Maar ook met die kaart envy die we zagen meerdere malen, die ik jullie heb voorgelezen. Inderdaad, ik begrijp dat ieder zijn eigen pad heeft. Ieder heeft zijn eigen pad met zijn eigen uitdagingen. Die Kelken 5 is eigenlijk blijven vasthouden aan waarom zijn de dingen mij overkomen. In plaats van te kijken wat er allemaal misgelopen is en je daarop te blijven focussen, is de boodschap van het universum, focus je op wat er nog wel mogelijk is, wat je geleerd hebt uit de situatie en wat je kunt veranderen. Want die verandering is mogelijk. Universum, wat mag er nog meer naar voren komen voor aankomende vrijdag? Het kan zijn dat voor sommigen van jullie dat je inderdaad vrijdag ja, nog terug aan het denken bent en van alles wat er misgelopen is en ja, nog verdrietig bent of teleurgesteld. Ja, het gevoelens van teleurstelling. En dan hebben we een Pentakels 3. Kan te maken hebben met een soort van samenwerking met die Pentakels 3. Iets opbouwen. Het heeft ook te maken met wederzijds respect, waardering krijgen. Dus je kunt het gevoel hebben niet gewaardeerd te zijn. Universum, wat mag er nog meer naar voren komen? En dan hebben we de schildknaap van de zwaarden. Oeh, met de zwaarden 10. En dit is wel een hele mooie zwaarden 10. In plaats van die 10 zwaarden in de rug, plat op de grond liggend, met de vingers gekruist, hopend dat er iets beters aankomt, is dit iemand die al opgekrabbeld is en kijkt naar de toekomst, kijkt naar de horizon. Dus ik heb het gevoel, voor sommigen van jullie zul je vrijdag inderdaad het gevoel van, ja, toch wat verdrietig zijn, teleurstelling, maar samen met een gevoel van ook een opluchting, dat er iets achtergelaten kan worden, dat er iets afgesloten is. En dit kan te maken hebben met communicatie die er binnenkomt met die schildknaap van zwaarden. Schildknaap van zwaarden is ook iemand die leert. Iemand die zelf op onderzoek uitgaat. Iemand die de dingen iemand in de gaten houdt of iemand houdt jou in de gaten. Met die schildknaap van zwaarden. Onder op het dek hebben we de Kelken 7. Ja, en dit is die indecisiveness wat ik zei, die ook tijdens het voorschudden naar voren kwam. Geen keuze kunnen maken. Emoties die alle kanten opgaan. Het hangt allemaal in de lucht. Op dit, ja, in dit dek
liggen die kelken omgekeerd. Maar op de traditionele kaart zie je iemand nadenken over al die opties, al die mogelijkheden. En ja, we laten het in de lucht hangen. We kunnen nog niet kiezen. Welke keuze gaan we maken? Overdenken. Ik heb ook het gevoel dat jullie iets aan het overdenken zijn. Je bent over een situatie of over een connectie die je hebt aan het nadenken. Wil je nog met deze persoon samenwerken? Heeft het zin om samen iets op te bouwen? Met die schildknaap van zwaarden. Je hebt misschien meer informatie nodig. Of er komt communicatie naar je toe. Wat leidt tot een soort van einde van een situatie. Of een connectie met die zwaarden 10. Maar tegelijkertijd brengt het einde je ook een nieuw begin. En ik heb het gevoel hoe verdrietig of teleurstellend de situatie of de connectie is die je af zult sluiten. Dit brengt wel meteen een soort van opluchting naast de teleurstelling en het verdriet. En dit brengt ook meteen de kans op nieuw geluk of nieuw geluk wat er binnenkomt met die kelken aas. Het is wel nodig om een soort van knoop door te hakken, heb ik het gevoel, met die kelken 7. Dus het is wel iets waar je zelf over nadenkt. Kijk, daaronder ligt namelijk het oordeel. Dus je probeert een situatie wellicht te beoordelen. En er hangt een verleden aan met het oordeel. Maar je weet nog niet direct wat je ermee aan moet. Je zit echt nog in je hoofd ergens over. Of je bent aan het plannen. Je bent misschien aan het plannen om iets op een succesvolle manier te kunnen beëindigen. Met de wereldkaart, de laatste kaart van de grote arcana. En er broeit iets met die keizerin. Want dit is een kaart van ontwikkeling, van groei. Kijk, ze is zwanger en ze staat op het punt om te bevallen eigenlijk. Dus er gaat iets nieuws komen en het duurt niet meer heel lang. Dit is een nieuw begin, een nieuwe start, klaar om actie te ondernemen. En dit brengt voor jou positieve groei, ontwikkeling en zelfs healing en een soort van wensvervulling. Een verlangen wat in vervulling gaat. Universum. Kijk, we hebben hier, ik zag net onder die kelken 7 lag de ridder van pentakels en hier ligt hij onder op het dek. Dit is iemand die plannen maakt. Heel consequent ergens aan werkt. Stapje voor stapje langzaam vooruit. Maar wel richting stabiliteit. Met die pentakels, aarde-energie. Heeft alles te maken ook met je wereld. Je dagelijkse leven. Het kan invloed hebben op je huis. Op je financiële situatie. Op je werk, carrière. Dat soort zaken met de ridder van pentakels. Je levensgeluk. Je voorspoed, je welzijn. Ik trek die mensen aan die goed zijn voor mijn hoogste goed. Of die mij helpen bij mijn groei, bij mijn ontwikkeling. Ja, er kunnen gaandeweg mensen op je pad zijn gekomen. Er kan een specifieke connectie zijn waar je op dit moment over nadenkt met die pentakels 3. Is er wel sprake van een samenwerking? Er is misschien teleurstelling, er is misschien geen respect. Daar kan ook voor sommigen van jullie vrijdag communicatie komen waaruit dat zal blijken. Universum, waarom ligt hier die kelken 7? Er kan communicatie komen waaruit heel overduidelijk blijkt hoe de situatie in elkaar steekt. Of hoe een bepaalde persoon in elkaar steekt. Waarom ligt hier de kelken 7? Waarom ligt hier de kelken 7? Maar zoals ik zei, voor sommigen van jullie heeft het daadwerkelijk te maken met een werksituatie met die pentakels 3. Waarom ligt hier de kelken 7, universum? Waarom
waar het ook mee te maken heeft, een werksituatie. Het kan zijn een werksituatie waarin je niet de waardering krijgt die je wil, waarin je niet de mogelijkheid hebt om te groeien, om jezelf verder te ontwikkelen, of waarin je je buitengesloten voelt. Je voelt je misschien alleen staan. Want dit is een kaart van gebrek. Dus er mist iets. Dit kan ook zijn dat je financieel niet voldoende beloning krijgt voor het werk wat je doet. Maar het is iets wat... Ja, er mist iets. Je voelt je in de kou staan. Universum, waar ligt hier de kelke 7? En het kan dus ook te maken hebben met een connectie. Waarin het werk van één kant uitkomt. Ja, je hebt hier de hoge priesteres. Dit kan iemand zijn die geheimen bewaart. Je kunt te maken hebben met iemand met het sterrenbeeld vissen. We hebben hier ook kreeftenergie. En die kaart kwam er eigenlijk ondersteboven uit. Dit is een snelle energie van positieve vooruitgang. Kijk, dit is waar je over na aan het denken bent. Hoe gaan we vooruit? Maar om vooruit te gaan zal er ook iets achtergelaten moeten worden met die zegenwagen. Om de overwinning te behalen zul je een keuze moeten maken. De boodschap is: vertrouw hierbij op je intuïtie. Die hoge priesteres krijgt de antwoorden van binnenuit. Vertrouw op haar intuïtie. En het kan zijn dat je het misschien moeilijk vindt om te vertrouwen op je intuïtie op dit moment met die kelke 7. Je kunt je ook onzeker voelen met die pentakels 5. Je kunt nog niet de moed hebben of de daadkracht inderdaad om een bepaalde keuze te maken. Maar vergeet niet hier de kaart verandering. Ik begrijp dat niets kan groeien of zich kan ontwikkelen zonder beweging. Universum. Waarom ligt hier de kelke 5? Waarom ligt hier de kelke 5? Voor aankomende vrijdag. Waarom ligt hier de kelke 5? De gehangene, ja, ik zei het al. Een kaart van opofferen, je tijd opofferen. Je kunt ook het gevoel hebben aankomende vrijdag, als er communicatie binnenkomt over een situatie of een specifieke persoon, dat je je tijd verspild hebt. Maar ik zie ook, kijk, met die gehangenen, dat is reflectie. De dingen op een andere, vanuit een ander perspectief zien. En dan de kelke 9. Dit is een kaart van echt tevredenheid, dankbaarheid, wensvervulling. Maar ook, dit kan ook te maken hebben met niet uit je comfortzone willen stappen. Kijk, een moeilijke weg. Iets waar je constant een struggle moet aangaan, moet vechten, obstakels die er op je pad komen, problemen, alert moeten zijn, iets niet vertrouwen. Ja, jezelf moeten beschermen met die staven wat je allemaal om je heen verzameld hebt. De gewonde strijder. Dus je bent een pad begaan wat je onderweg beschadigd heeft met die staven 9. Maar deze persoon is er bijna. Deze persoon is bijna bij de staven 10. Maar dit is ook iemand die uitgeput is, vermoeid is. Dus voor sommigen van jullie loop je ook bijna tegen een burn-out aan. Want er is geen balans in een situatie. En er is geen verandering met die gehangenen. De tijd staat stil met de gehangenen. Waarom ligt hier die pentakels 3? Zijn er te veel. Ik zie maagdenergie, de kluizenaar. Dus ja, je bent echt iets aan het overdenken. Terug en trekken om over dingen na te denken. Alvorens je een knoop doorhakt of een keuze ergens over wil maken. Waarom ligt hier die pentakels 3?
Waarom ligt hier die pentakels 3? Waarom ligt hier die pentakels 3? Ja, en ik zag haar tijdens het voorschudden al 2 keer onder op het dek liggen. De koningin van zwaarden, tweeling, weegschaal, waterman. Met de gehangenen hebben we vissenenergie. De hoge priesteres vissenenergie, kreeft zoals ik al zei. Schildknaap van zwaarden, tweeling, weegschaal, waterman. Dus 2 keer die luchtenergie. Kijk, en dit is iemand die logisch denkt. Serieus over de dingen nadenkt. Klaar is. Om knopen door te hakken, keuzes te maken. Iemand die daar geen doekjes om wint. Iemand die niet bang is om te zeggen wat ze van dingen vindt. Heel recht door zee. Waarom ligt hier de pentakels 3? En het kan ook zo zijn als je een vrouwelijke kijker bent. Dat je echt in een soort van mannenberoep werkt. Of met heel veel, ja, in een mannencultuur als het ware. Universum, waarom ligt hier die pentakels 3? De zwaarden 9. Je zorgen maken, overdenken, overanalyseren. De dingen misschien zelfs erger maken dan dat het de werkelijkheid is. Maar datgene waar je zorgen over maakt, kan ook te maken hebben met dingen die onduidelijk zijn. Kijk, we hebben de zonkaart onder op het dek. En dit is de mooiste kaart uit het dek, leeuw, energie. En onder die zonkaart hebben we de kaart van de overwinning, de staven 6, weer leeuw, energie. Ja, het is een situatie die te maken kan hebben met familie. Voor sommigen van jullie. En dan kun je ook te maken hebben met iemand met het sterrenbeeld tweeling, weegschaal, waterman. Iemand die zich in een situatie bevindt waarin er ja, zorgen zijn. Maar dat kan ook iemand zijn die bepaalde dingen achterhoudt. Met die hoge priesteres. Waarom ligt hier die zwaarde 10? Kijk, want we hebben de zwaarde 9. En dan hebben we hier boven de zwaarde 10 liggen. Dat is een einde. Dus er komt sowieso een einde aan die nachtmerrie waar je in zit, waar je blijft overdenken als jij deze persoon bent. Waarom ligt hier de zwaarde 10? Iemand ziet jou misschien ook als een uitweg om uit een bepaalde benarde situatie of... Ja, iemand vraagt misschien je wil misschien met je samenwerken of vraagt inderdaad om hulp. Maar ik heb het gevoel dat het iemand is die je misschien niet helemaal vertrouwt. Iemand die misschien dingen achterhoudt. Iemand waar je misschien het gevoel van hebt, deze persoon doet het zichzelf aan. Dit is iemand die misschien zelf niet de veranderingen, zelf niet zorgt voor verandering. Dus het zal altijd ja, hetzelfde blijven gaan. Want als jij in die koningin van zwaarden energie zit, dan zie ik je gewoon heel logisch denken. Maar ook ja, je wat emotioneel ja, afstandelijk opstellen. Dus je wil je niet emotioneel laten manipuleren. Of een rat voor ogen laten draaien met die kelke 7. We hebben hier een koningin van pentakels, stiermaag, steenbok. Dus we hebben hier 2 vrouwelijke energieën. En we hebben allemaal mannelijk en vrouwelijk. Maar het kan dus voor de vrouwelijke kijkers te maken hebben met een vrouwelijk familielid. Waarom ligt hier de zwaarde 10? Jij kunt zelf luchtenergie, tweeling, weegschaal, waterman hebben. Of aarde, stiermaag, steenbok.
En we hebben dus vissen en kreeft energie. Waarom ligt hier die zwaarde 10 universum? Waarom ligt hier de zwaarde 10? Weer de kelken 5, naast die koningin van pentakels. En behalve dat dit kan staan voor een persoonskaart, kan het ook te maken hebben met je succes, je stabiliteit, het maken van praktische keuzes. En die koningin van pentakels is iemand die ja, de dingen koestert, heel stabiel is, betrouwbaar, loyaal. En er kan ook iemand zijn die misbruik heeft gemaakt van je, ja, je goedheid, je loyaal zijn. Staven 3 onder op het dek. Iemand die wacht tot zijn succes binnenkomt. Iemand die kijkt naar de toekomst. Het kan ook te maken hebben met een specifieke connectie die je hebt met iemand die zich op afstand van jou bevindt. Er is niet alleen fysieke afstand, maar ook emotioneel. En het heeft te maken met een bepaalde teleurstelling. Voor sommigen van jullie voel je jezelf zelfs op de een of andere manier verraden of bedrogen door iemand. Of in een situatie die betrekking heeft op je dagelijkse leven, op je familiesituatie, op je stabiliteit, op je financiële situatie. En dit is iemand die kijkt, wat is er nog meer in de wereld? Ik ben het wachten totdat er eindelijk ja, mijn wensen in vervulling gaan. Maar ook weer iemand die ja, plannen maakt. En je kunt het gevoel hebben als je ergens aan werkt dat het heel langzaam gaat. Maar weet dat de dingen al in werking zijn gesteld. Waarom ligt jullie schildkraat van zwaarden? Waarom ligt jullie schildkraat van zwaarden? De staven 5. Conflict situatie. En er kan zelfs een gesprek plaatsvinden aankomende vrijdag waarin je een soort van conflict hebt, meningsverschil. En ik heb het gevoel dat iemand hier heel duidelijk zijn mening gaat verkondigen. En als jij hier in die tweelingweegschaal waterman energie van de koningin van zwaarden zit, dan ben jij degene die dat zal doen. Het kan ook iemand zijn die vraagt voor financiële hulp. En je, ja. Of iemand die ja, op ander gebied door een moeilijke periode gaat en zijn beklag doet. En je hebt zoiets van, ja, je hebt het misschien aan jezelf te danken. En dit is wat je ook zonder doekjes ergens omwinden. Gewoon recht door zee. Duidelijk zal maken. Waarom ligt hier de schildknaap van zwaarden? En er kan ook communicatie binnenkomen waardoor je ineens beseft van we liggen helemaal niet op één lijn. En het heeft geen zin meer om nog energie en tijd te stoppen. Want de andere persoon leert het niet. Waarom ligt hier de schildknaap van zwaarden? De kelken aas. En de koningin van kelken. Schorpioen, kreeft, vissen energie. En dit is iemand die zijn emoties heel goed onder controle heeft. Iemand die heel behulpzaam is. Begripvol, maar wel iemand die in zijn kracht staat. Iemand die zich niet uit het veld laat slaan. Iemand die op emotioneel vlak gegroeid is. Van die koningin naar de koning. De koningin kan nog wel eens overemotioneel reageren. Of toch maar weer uit goedheid, toch maar weer hulp aanbieden.
Maar dit is iemand die dat heel goed kan, voor zich kan houden. Het heeft wel te maken, heb ik het gevoel, met iemand die, ja, waar je wel een emotionele band mee hebt. Op de een of andere manier. Dus zoals ik zei, het kan ook met familie te maken hebben. Of het kan te maken hebben met een baan. Waar je eigenlijk je hart en ziel in hebt gestopt. En het kan zijn dat je het werk heel leuk vindt. Maar dat er toch iets is waardoor je, ja, denkt, het kan niet meer langer zo. En je bent aan het overdenken om, ja, een praktische keuze daarin te maken. Maar je bent nog in die afwachtmodus. En voor sommigen van jullie komt het besef van deze connectie of situatie is niet voor mijn hoogste goed. Met die kelkenaas. En dat kan ook een les zijn of, ja, de informatie die naar je toe komt. Dat kan iets zijn waardoor je dat leert met die schildknaap van zwaarden. Ja, er gaat een torenmoment plaatsvinden. Voor sommigen van jullie heeft het met een familiesituatie te maken waar ook een moederfiguur bij betrokken is. En ik zie weer waterenergie en luchtenergie en leeuw. Het kan ook een waterteken zijn met die koning van kelken. Ja, voor sommigen van jullie zie ik ook gewoon dat het misschien, ja, een derde partij. En een derde partij kan een derde persoon zijn in een connectie of in een relatie. Het kan binnen een familiesetting zijn, waarbij er partij getrokken wordt. Dus ik zie zo, ja, twee kampen, zeg maar. Twee verschillende partijen. Waarin er een soort van conflict situatie staat. Een moederfiguur die daar ook een rol in speelt. En het kan ook zo zijn dat inderdaad, ja, een soort van compromis of samenwerking zal ontstaan nadat er een soort van conflict heeft plaatsgevonden. En voor sommigen van jullie is het inderdaad de vraag van, ja, wil ik hier nog samenwerken? Op wat voor manier dan ook. Ik kan niet altijd de waarheid verwachten van anderen. Ieder heeft zijn eigen pad. Maar ik kan wel de waarheid van mezelf verwachten. Ja, en het kan ook aan het licht komen dat iemand, ja, dus dingen voor zich houdt. Of heeft gehouden. Met die hoge priesteres. Bewust heeft achtergehouden. Dus ja, dat is de boodschap die dan naar voren komt.
En haal eruit wat voor jou resoneert. En laat de rest gewoon ook los. Ik wens jullie een hele mooie dag toe. En hopelijk tot snel. Tot de volgende keer. Dag.